Terwijl jij misschien lekker in bed lag, was het op veel plekken in het land glibberen en glijden op de weg. Het KNMI gaf vannacht code geel af voor 8 provincies en waarschuwde voor een sneeuwlaag van 1 tot 3 centimeter. En dat zorgde voor de nodige ellende, zoals hier op de A50 bij Apeldoorn. In het Zuid-Hollandse Bleiswijk viel een gewonde bij wegwerkzaamheden. Door het slechte weer zag de bestuurder de wegafzetting te laat en knalde er vol tegenaan. Vandaag blijft het ook in de ochtend sneeuwen en hagelen in grote delen van Nederland. Dus vergeet je handschoenen niet, want het wordt maximaal 3 graden.